Hey, what up en leuk dat jullie kijken. En vandaag heb ik een leuke kubus voor jullie die ik eigenlijk tegen ben gekomen op mijn werk. Ik liep langs het kastje van een collega en daar zag ik deze in staan. En toen viel me natuurlijk gelijk op wat dat was, want een cube op mijn werk dat zie ik eigenlijk niet zo vaak. Dus uh, ja, ik bekeek dus deze cube en er staat op McDonald's. Dus deze heeft een keer bij een Happy Meal gezeten. En uh, zoals jullie misschien wel kunnen zien is het eigenlijk gewoon een 1 bij 2 bij 3. En wat me eigenlijk opviel is dat ik eerder een 1 bij 2 bij 3 heb gehad. En die kwaliteit echt super slecht was. Want dat was namelijk deze Rubik's Junior. En het is best wel logisch dat deze dus bij de Happy Meal zit. Want dit is dus eigenlijk gewoon een Rubik's Junior. Een kubus die iedereen. Um, hoe jong je ook bent, wel op zou moeten kunnen lossen. Of in ieder geval ermee zou moeten kunnen spelen. Maar wat ik dan weer een klein beetje raar vind. Dus dit is dus een echte Rubik's product. Daar heb ik geld voor betaald. Die heb ik gekocht. En zoals jullie misschien wel kunnen herinneren is de kwaliteit van dit ding echt super slecht. Dat is echt uh, ja, de vorm is leuk, maar dat is het ook en de kwaliteit verder ja, daar uh, kun je niet zoveel mee. Hij draait ook aan alle verschillende kanten draait hij anders. Hier hier zit hij bijvoorbeeld super los. En hier gaat hij weer wat zwaarder en hier gaat hij ook weer ja, net weer anders. Het is niet zoals bij een normale 3x3 dat hij overal een klein beetje hetzelfde draait. En dan hebben de mensen die er niet eens eigenlijk echt geld voor hebben betaald. Dus die gewoon een Happy Meal hebben gekocht bij de McDonald's. Die hebben gewoon serieus een product van betere kwaliteit. Dan de mensen die een Rubik's Junior bestellen bij, uh, ja, bij de Rubik's Store of in de speelgoedwinkel kopen. Nou ja, verder uh, is het ook nog eens een makkelijkere vorm om te draaien. Ik weet niet waar deze tekenfilm characters van zijn: Illumination. Ik weet niet of dat een. Een film was of zo. Zo op de hoogte van tekenfilms ben ik niet. Maar op zich een stoere gorilla. En verder zijn de kleuren gewoon uh, ja, op zich prima. Ik vind het wel een beetje raar dat dit afgeronde hoeken zijn. Want dat draagt eigenlijk niks bij aan de puzzel. En volgens mij voor het plaatje van de film hadden het ook gewoon vierkante hoeken geweest. Dan was hij nog een beetje ja stapelbaar zeg maar. En dan was het ook niet zo raar geweest. Had je hier ook maar één kleur aan de bovenkant hoeven hebben. En niet zo'n rare kleurovergang hier. Nou ja, dus dat was even deze rare nieuwe cube die ik met jullie wilde delen. Het zou wel leuk zijn als we bij McDonald's weer zoiets met Rubik's zouden doen. Dan zou ik echt wel elke dag naar de McDonald's gaan om daar een Happy Meal te halen. Om al die verschillende vormen van cubes te verzamelen. Want ik heb het even op internet opgezocht en er waren echt een stuk of. Uh, ik heb ze eigenlijk niet geteld. Een hoop verschillende cubes die je bij je Happy Meal kon krijgen, in ieder geval. Dus uh, ja, ik zou er zeker voor naar de McDonald's gaan. Nou ja, bedankt voor het kijken. Als jullie nog leuke tips of ideeën hebben, gooi het even in de comments. Um, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer.